ik erin. Altijd met die hond voor jullie liep, stik erin. Maar misschien moet je ook een keer vertellen wat je een keer met die hond hebt gedaan. Ja, die hond is onderhand al dood. Ach, mooi zo! Die kolerol, die had ook geen zin meer om naast die slijmbal rond te lopen. Dominique heeft toen 2 weken niet gewerkt omdat zijn hondje dood was. Oh, dat gun ik Dominique wel. Ik had je eigenlijk 4 weken gegund. Echt 2 weken niet werken omdat je hond dood is? Ja, oh, dat soort mannen. Terwijl die gozer over lijken gaat, hè. Ik bedoel, die heeft een massamoord aan karaktervernietigingen achter zich liggen. Die 5 jaar dat ik daar heb gewerkt, hebben er bijna 250 mensen zijn naar binnen gekomen, weer naar buiten gegaan. Hè? De meeste overigens overwerkt, huilend. En die zijn de ziektewet inbeland door die gozer. Of ze kropen bij Dominique onder het broodje. Oh ja, dat gebeurde ook heel vaak. Hoe heet die ook weer? Vera deed het ook altijd. En die, dat mocht natuurlijk zijn vrouw niet weten. Nou ja, goed. Maar dat maakt niet uit. Maar waar het om gaat, is het volgende. Dat soort mensen houden wel van hun hondje. En ik kan daar een historisch parallel in trekken. Weet je hoe de hond van Hitler heette? Blondie, daar was je ook gek op. Ja? Dat dacht ik. Wat is dit nou weer? Zeg je nou dat ik... Ja, nee, maar de meeste van dat soort mensen, dictators, massamoordenaars, die zijn heel erg gek op een huisdier, terwijl ze over lijken gaan bij mensen. Nou, daar heeft Dominique Weetje precies dezelfde trekjes van. Weet je wat zijn bijnaam was op de redactie? Nou, Adolf, denk ik. De Führer. Nou ja, dat was Adolf ook. Ja, ja. Natuurlijk.